Zo, dat gaat wel serieus hard. Dat is nog wel een keer water en dan kunnen we even kijken. Justine heeft zicht op de auto. Hij staat in een rijtje, dus afhankelijk van hoe snel de brandweer hier is, gaan er heel veel auto's in de fik en hij staat tegen een flatgebouw. Ja. Ja, want hebben jullie nog mensen bij die auto gezien of niet? Nee. Kom net aan, oké. Ja, dat zijn de banden meestal. Ja. Ik ga in ieder geval niet in de rook staan, want... Zo, dat gaat wel serieus hard. Is er nog wel een keer water en we kunnen even kijken. Nee, de meest rechte stond het meest in de fik. Stond die op? Ja. Dat was een kleine auto en de linkse begon net te branden toen wij aankwamen. Ja, en die had twee wagens. Ja, de derde was al een beetje vlam aan het vatten, maar... Ja, klopt. Tuurlijk nog mee. Maar ze hebben vermoeden dat hij is aan is gestoken, omdat ze iemand weg hebben zien rennen. Ja, dat hoorde ik, ja. Mensen op de fiets of zo of... Ja, iemand zou in ieder geval richting de Bruissingel zijn gelopen. Alleen daar kwamen wij vandaan. We waren als eerste hier, maar we hebben ook niks gezien. We gaan even verder met blussen. Ja, we hebben even vragen of het overleden onderzoek wil doen of zo, maar ik denk dat er... Hoi. Dus, ik ben flink geschokt, zie ik. Is het uw auto? Nee, blauwe. De Ford. Ja. Ja, die is ook inderdaad beschadigd hoor. Ja, maar wij kunnen niet kijken. Nee, je moet nou ook niet willen kijken. Dit is voor onze dieren. Ja, dat is meis. Ja, dat is even schrikken natuurlijk, ja. Was slapen. Ja, iedereen lag al te slapen inderdaad. Hij is al naar binnen geslagen, dus we moeten dat blussen. Daar gaan zij zelf over. Ze willen voorkomen dat hij nog een keer in de fik vlucht... Opnieuw in de fik vliegt. Oh. Want dan zou hij opnieuw gaan branden en gaan er nog meer auto's kapot. Dat is in de melding opgeroepen, daar staat iemand iets overheen te gooien. Ja. Dus we moeten eigenlijk die melding, moeten we een getuigenverklaring van hebben. En voor de rest is het inderdaad, als er beelden zijn, ja, dan zal ik morgen dan even kijken waar de camera's hangen. Of dat er misschien al iemand om dat pand heen heeft gelopen. Zo, erbij, hoor. Ja, oké, takel laten we komen. Dus, maar kwartiertje of zo, zijn ze afgekoeld of zo? Of, Ja, ik ga er nog een keer overheen en dan, dan is het goed. Dan, ja, is het ik zie al warmtemeting doen. Is het nog heel heet? Nee, ik kom maar kijken. Ja. Dan zei je... Dan doet het vast. Oh ja, kijk. Ja, hey. Ja. 21 graden hier, hè? Zo. En aan de voorkant zit de temperatuur erin. Zo. Ja, hier is meer 40, 42. Oké. Als wij daar afgerust hebben. Wat denken jullie zelf, waar is het gestart? Als je het zo even een inschatting mag of kan maken. Ja, ik zou zeggen die in het midden, want die is het heetst geweest. Als jij daar het dak ziet, daar is echt compleet alles af. Ja. En dan als jij deze pakt, die is weer iets minder aangeslagen, maar die hier de middelste. Ja, die heeft het meeste gepakt. Die heeft de meeste temperatuur gepakt volgens mij. En dat hier, zie je, hier is de auto nog in het dak, zie je? Ja, precies ja. Dus die is hier middenin. Een idee heb ik nu. Ja, precies. Nou, ondertussen is de takel te plaatsen. Die zorgt ervoor dat de voertuigen worden geborgen. En de eigenaren zijn reeds in kennis gesteld. Die zullen via de verzekering de schade vergoed moeten krijgen. Op dit moment hebben we wel een getuige en mogelijk wat beeldmateriaal die we uit gaan lopen. Om zo ook verder tot de mogelijke verdachte te komen. Als de verdachte in beeld is, dan kan uiteraard de schade uiteindelijk worden achterhaald. Worden verhaald op de dader. Nou, de tweede takel was ook reeds gearriveerd. En die zorgt voor de afvoer van de andere twee voertuigen. Wij leggen het in ieder geval allemaal vast en dan kunnen ze morgen verder met het onderzoek aan de gang.